Hartelijk welkom bij Studio ADO. In dit programma gaan we terugblikken op het duel van ADO Den Haag tegen PEC Zwolle. Maar natuurlijk ook vooruitkijken naar de wedstrijd van komende zondag uit tegen FC Den Bosch. In dit programma ook aandacht voor het onder 21 team van ADO Den Haag. We hebben een gesprek met de trainer Giovanni Franke. Maar ook aandacht voor de vrouwen van ADO Den Haag. Die spelen komende zaterdag een bekerduel uit tegen Wartburgia. Ja, en de ADO-vrouwen zijn natuurlijk een echte cupfighter. Respect met Sjaak Polak in dit programma. Maar we gaan eerst terugblikken op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. En dat doe ik met onze analist Pieter Donat. Pieter, hartelijk welkom. Ik zei het al, wedstrijd tegen PEC Zwolle. Hoe kijk jij terug op die wedstrijd? Nou, PEC Zwolle was de betere ploeg. Maar dat kan je voorstellen. Het staat nummer 1 op de ranglijst natuurlijk. Maar wat ik heel belangrijk vind is de inzet en de werklust van ADO Den Haag was ontzettend goed. En ook het aantal toeschouwers gaat toenemen. Ja. Toch ruim 6000 man op de tribune. Bijna 7, ja. Bijna al 7. Ja. En dat is een belangrijk punt natuurlijk. Als je als ploeg het publiek achter je krijgt. En dan wordt het weer het ouderwetse ADO. Wat moeilijk te verslaan is thuis. Ja, nou ik kijk naar een speler. Nieuwkomer, Joey Slegers. Ja, die wordt steeds belangrijker voor de ploeg. Eindelijk zijn eerste doelpunt, maar ook een assist. Ja, daar zie je toch uit dat hij natuurlijk het scoren niet verleerd is. En hij was al aanvallend altijd gevaarlijk en heeft altijd veel gescoord. En ik ben blij dat hij dat nu weer gaat doen. En het is voor ADO, wat toch een relatief jonge ploeg heeft, om daar zo'n ervaren speler bij te hebben. Dat is heel belangrijk. Ja, andere nieuwkomer doet het ook goed bij ADO. De doelman, Sonny Stevens. Vlak na die 1-0 had hij een goede redding. Hè. Die bal ging tot corner en tweede helft. Ik denk ook op een cruciaal moment haalde hij een bal schitterend onder de lat vandaan. Want ja, anders komt PEC Zwolle terug. En dan krijg je nog hele laatste minuten die misschien heel hectisch worden. Ja, je kan natuurlijk heel simpel zeggen, daar staat de keeper voor om die ballen tegen te houden. Maar ik denk dat Dick Advocaat hem aangetrokken heeft. Hij is tenslotte ook al 30 jaar. Iemand met veel ervaring, die toch bij clubs als Cambuur en OV Creta gespeeld heeft. Ik denk dat hij aangetrokken is voor zijn coaching. Want het valt op dat de verdediging heel makkelijk, in ieder geval de nul kan houden. Dan moet een keeper, nou, daar weet je alles van, goed in meespelen. En ik denk dat hij voor dat coach met name gehaald is. Het is inderdaad een rustige jongen, ervaren jongen. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Je gaf het al aan. Opvallend ook de inzet waarmee gespeeld werd. Daar vond ik bijvoorbeeld een Titoan Thomas van een geweldig speler. Die bleef echt storen en werken tot de laatste minuut. Ja, het is een natuurlijk gehuurde speler van Estoril van 21 jaar. En het verrast mij, want hij haalt toch jongens die eigenlijk een vaste basisplaats hadden als Klas. Maar ook, Breinburg is dan geblesseerd. Maar ook Weerman en de Waal, die houdt hij allemaal buiten de ploeg. Ik vind dat blijkbaar is dat Advocaat erg tevreden over hem. Ja, zeker weten. Als we dan kijken bij de tegenstander, bij PEC, daar vond ik die Thomas van der Belt geweldig goed voetballen. Ik kan me voorstellen dat Eredivisieclubs daar achteraan zitten. Ja, hij is natuurlijk een hele tijd in beeld geweest bij Feyenoord. En ik vind het van, het zegt wat over die jongens, zijn kwaliteit qua karakter ook. Dat hij zich niet gek heeft laten maken door het Feyenoord die hem graag wilde hebben. Hij zegt, ik ga gewoon door, ik maak het seizoen af, ik blijf belangrijk voor de ploeg. Nou, dat zijn jongens, die zijn natuurlijk goud waard. Ja, alles bij elkaar. Je zegt al, PEC Zwolle was voetbal wellicht een betere ploeg. Vond ik de overwinning voor ADO Den Haag niet onverdiend. Als je 3 keer scoort, dan win je natuurlijk altijd verdiend. Dat is sowieso. Maar als je naar het spelverhoudingen kijkt, is natuurlijk PEC meer in de aanval geweest. En heeft ADO Den Haag meer vanuit eigen verdediging moeten spelen. Eigenlijk logisch, maar wat ik knap vind is dat de ploeg dat nu ook doet. Onder Dirk Kuyt was het zo van, en ook anders, dat thuis aanvallen. We willen naar voren, we moeten scoren, we moeten het spel maken. Maar nu durven ze op basis van het resultaat gewoon ook terug te zakken. Ja. En dat vind ik netjes, dat je dat gewoon die discipline op kan brengen. Goed, van de hoofdmacht van ADO even naar de onder 21. Onder leiding van Giovanni Franke. Ze speelden uit tegen FC Twente Heracles Academie. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Ze hadden het heel hard nodig, maar ja, ze pieken daar. Want ze pakken wel 3 belangrijke punten door een 1-0 overwinning. Ja, inderdaad. En ook wat ik begrepen heb is dat het toch op een slechte omstandigheden was. Het was grasveld, dacht ik. En ook heel moeilijk bespeelbaar. En dat zegt dat wat ook toch over de trainer, Giovanni Franke. Dat hij ze zo scherp krijgt dat ze toch strijden om daar een overwinning te halen. En dat vind ik netjes. Ja, belangrijk denk ik ook voor ADO. Dat onder 21 team moet natuurlijk wel op dat hoogste niveau ook blijven acteren. Dat is voor spelers natuurlijk het belangrijkste om het meeste te kunnen leren.
Ja, dat kan ik alleen maar beamen, want dat is natuurlijk hoe sterker je tegenstanders zijn, hoe meer weerstand. Dat is belangrijker ook voor de overstap. En ik denk dat aantal spelers ook richting volgend seizoen waarschijnlijk in de selectie een kans gaan maken. We gaan dat afwachten, want we gaan erover praten met de trainer van de onder 21, Giovanni Franke. Hoe is het met Giovanni Franke? Ja, goed. Goed. Dankjewel, Ton. Dankjewel. Mis je een beetje de belangstelling van de media? Ja, Haaglanden voetbal is er natuurlijk elke week bij onder 21. Maar ja, vorig seizoen stonden ze allemaal in de rij voor je. Ja, Haaglanden voetballen mis ik wel. Die mis ik heel erg. Dus ik ben blij dat je er bent. Hoe is het met de opleiding? Je bent bezig voor het hoogste diploma, betaald voetbal. Hoe gaat het ermee? Ja, goed, goed. We komen nu zo een beetje richting het einde van het traject. Normaliter loop je tot in mei, juni loopt het een beetje af. Dus we gaan zo richting het einde en ja, het loopt goed. Ja. Wel een zwaar jaar dan, hè? Want je moet natuurlijk al je aandacht ook schenken hier bij Adenauer. En dan nog eens een keer de studie erbij. Heel veel dagen richting Zeist. Ja, zeker. Het zijn lange dagen, zeker dit seizoen. En ook het werk wat je moet doen, want het is een hele intensieve opleiding. Dus het zijn inderdaad lange dagen geweest. Ja. Je loopt ook stage bij Jong Utrecht. Wat is nou het verschil tussen Utrecht en Den Haag als je daar binnen wandelt? Nou, qua clubs moet ik zeggen is het heel vergelijkbaar. Ik denk ook Feyenoord, Den Haag, Utrecht. Als je het ziet, de mensen. Ja, super direct. We zeggen wat we vinden en we doen ook wat we willen. Dus ja, dat is eigenlijk wel hetzelfde, vond ik. Alleen de structuur, hoe ze werken, dat is dat verschil per club natuurlijk. Hè, hoe je dat opbouwt. Dus dat is daar ook. Ze hebben een andere visie, andere manier van opleiden. Andere manier van spelers integreren naar het eerste. Dus daar zie je wel verschil in. Als we praten over de huidige situatie bij onder 21. We kijken even naar de eerste helft van het seizoen. Je hebt nu toch meer een soort eigen selectie. Het is niet meer een kwestie van vrijdag even afwachten of er nog 6-7 terugkomen van 1. Ja, klopt. We hebben het net over visie gehad. Dus de visie van de vorige trainer ten opzichte van de visie van de huidige trainer is net wat anders. Dus wij kunnen nu met een wat vastere groep werken richting de zaterdagen. En ik denk dat voor ons ten goede komt van onze speelwijze en de manier waarop we de tegenstander willen benaderen. En met name op trainingen, omdat je dan beter kan voorbereiden. En dat is voor ons wel gunstig. Het lijkt me ook met name bijvoorbeeld bij spelhervattingen, corners, vrije schoppen. Als je de hele week oefent met een groep die toch zaterdag niet speelde, een beetje moeilijk. Ja, het was heel lastig. Want als jij je langste persoon op een training zet en de volgende dag is hij er niet, dan is dat best wel lastig. Dus dat is een goed punt voor jou. Ja. Nou, heb je zelf gewerkt in de keukenkampioen de divisie. Als je nu kijkt bij ADO onder 21, zo'n selectiegroep. Zitten daar nou ook de talenten bij die we wellicht dadelijk op korte of langere termijn terug zullen zien bij de selectie van de hoofdmacht? Ook daarin heb je natuurlijk te maken met een visie van een trainer. Hè. Hoe wil hij spelen? Is hij meer terughoudend of meer dominant op de helft van de tegenpartij? Want voor elke speler natuurlijk is de speelwijze heel belangrijk. Hè. Ben je een verdedigende middenvelder of aanvallende middenvelder? Wat zoekt de trainer? Dus daarin is het wel een beetje zoeken wat de huidige hoofdtrainer daarin wil. Maar voor wat betreft mijn eigen subjectieve keuze heb ik wel dat ik denk, ja, ik zie wel wat talent rondlopen waarvan ik denk, die zouden de volgende stap kunnen maken. We hebben vorig jaar natuurlijk met Van Bremen, Assante, de Rosso Klas, best wel wat jongens, Hugo Wendges, hun kans en debuut mogen geven, Sascha Komoljanovic. Dus ik zie er nu weer een aantal die dat zouden kunnen, maar dat is mijn eigen subjectieve mening. En dat is altijd aan de huidige hoofdtrainer op dit moment om dat echt te kunnen bepalen. Maar ik zie wel mooi talent hier rondlopen. Ja, goed, dat is in ieder geval heel positief. Afgelopen dinsdag speelden jullie een oefenwedstrijd bij Die Hagen. Michael Mulder stond ineens in het veld. Ja, zeker. Hij komt terug van Beveren, langdurig geblesseerd geweest. Is nu herstellende nog. Kon weer zijn eerste minuten maken, 45. Moet even kijken hoe hij daarop reageert, want hij had een zware hamstringblessure. Is nog eigendom van ADO, dus hij zal hier een traject moeten doorlopen. Hebben jullie voor de competitie gewonnen van Feyenoord onder 21. Afgelopen week de uitwedstrijd bij FC Twente Heracles Academie. Was belangrijk om die punten te pakken en is nu lekker voor het zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen is nooit weg geweest, want de omstandigheden, jij zegt het al, waren bekend. Dus het zelfvertrouwen was er nooit. Ik vond ook dat we qua manier van spelen het altijd heel goed hebben gedaan. Alleen het is wel fijn als je dat ook beloond ziet worden in punten. En om zo'n reeks neer te zetten, zeker uit bij Twente, wat een hele goede ploeg is, is alleen maar compliment aan de ploeg. Ja. Ja. Zo dat bij ADO wordt ook duidelijk gezegd van luister, primair gaat het om opleiden.
er zijn andere clubs, ook bij jullie, bij die onder 21 teams, die zeggen, ja, wij willen kampioen worden. Ik wil niet zeggen dat ADO geen kampioen wil worden, maar opleiden is toch de eerste opdracht. Ja, zeker. Opleiden is ook de eerste opdracht. Dus je gaat voor de ontwikkeling. En daarin moet je keuzes maken, ook naar de zaterdag toe. Dus dan is het resultaat niet heilig. Speelminuten is dan wat vaak belangrijker. We hebben bijvoorbeeld op middenveld met Kai van Houwelingen, Nick de Bruin, Kelvin Agustina, hebben wij gemiddeld een middenveld van 17, 18 jaar oud. Ja, die soms tegen jongens staan die 22 jaar oud zijn. Ja, er zit gewoon 5 jaar tussen, Tom. Alleen ja, wij doen dat wel elke week. Ja, en dat zie je dan niet altijd terug in de uitslagen misschien. Maar wij hebben wel jongens van met een 5 jaar verschil rondlopen. Nou, en dat vind ik dan mooi als dat in ieder geval begrepen wordt door kennis, dat we daarmee bezig zijn. Omdat die jongens denk ik op termijn ja, zeker misschien eventueel een kans maken op ADO 1. Dus dat is wel een goede ontwikkeling. Ja. Nou, zo dat je voor de competitie gespeeld, 2 wedstrijden op elkaar gewonnen. Ja, ligt wel even een dip. Nou speel je van de week voor de beker en pas 11 maart weer voor de competitie naar Groningen met de beker. Ja, dat blijft voor jullie natuurlijk gewoon een wedstrijd. Ja, maar wel een hele leuke en een hele interessante ook. Want ja, het is toch de beker en wie weet wat we daarin nog kunnen bereiken. Dus we zullen daar wel heen gaan met het idee om door te komen, ja. Dan even de toekomst van Giovanni Franke. Heb je al enig idee hoe die toekomst eruit ziet? Met andere woorden, ja, ik denk dat je ook op ADO wacht. Hoe lang wacht jij op ADO? Nou ja, ik zit hier nu bijna 5 jaar. Dus dan kan ik niet ontkennen dat je daar warme gevoelens bij krijgt. Dus dat is zeker zo. Het heeft wel een plekje in mijn hart natuurlijk genomen. En ik doe er ook alles aan om het terug te geven aan de mensen die mij daarin zo erg gesteund hebben. Dus ook jij bij deze. Maar goed, ja, ik heb ook ambities en ik kijk ook graag om me heen. En ook als er dingen op me afkomen, sta ik daar altijd voor open. En daarin zullen we samen een beste keuze moeten maken. Of dat hier is of ergens anders, ja, dat weten we nog niet. Maar dat komt vanzelf. Nou, je hebt natuurlijk geroken aan het hoofdtrainerschap. Zeg je dan van nou, en dadelijk heb ik mijn hoogste diploma in mijn zak zitten. Dat wil ik graag gaan doen. Of zeg je van nou, nog extra bijleren, misschien als assistent ergens. Dat zou ook mogelijk zijn. Ja, het hangt van het voorstel af wat je krijgt. En wat je daarmee jezelf kan ontwikkelen. Dan zal ik er altijd voor openstaan. Want dat is ook wat ik altijd zoek, heb ik altijd gedaan. Zo ben ik ook op dit niveau terechtgekomen. Door mezelf te ontwikkelen en een betere versie te worden. Dus afhankelijk van wat er op mijn pad komt, kan ik ja of nee zeggen. Ja. Heb je nog veel contact met de hoofdtrainer, Dick Advocaat? Op dit moment nog niet. En is ook van mijn kant een bewuste keuze. En misschien van hem ook. Omdat ik vind als een nieuwe trainer, was bij de vorige ook, hou ik me wat afzijdig. Omdat ik wil dat hij in zijn eigen proces de jongens op de juiste manier benadert. Hoe hij dat ziet in zijn visie. En ik heb natuurlijk met een aantal jongens nog gewerkt. Dus dan kan dat misschien door elkaar heen gaan lopen. En dat wil ik niet. Want ik weet hoe het is om trainer te zijn. Dus ik gun hem alle tijd en ruimte. En als hij vindt dat zijn proces daar in ieder geval heel stabiel is en goed staat. Dan hoop ik dat hij me vanzelf wel benadert voor een gesprek. En een nadere kennismaking. Goed. Aan de andere kant, het is wel fijn dat inderdaad in die hoofdmacht toch wat jongens er rondlopen nu. Die hier vanaf de aftrap zijn gekomen. En ja, er komen er misschien nog meer aan. Oh nee, zeer zeker. Ik ben heel trots op wat ik, als ik het persoonlijk mag houden, op wat ik heb kunnen doen. Zeker in combinatie met de academie. Want we noemden net al een aantal spelers. En volgens mij zitten we op, ik geloof, 8-9 spelers die ik heb laten debuteren en vast hebben gespeeld in het eerste elftal vorig seizoen. Dus dat is een behoorlijk aantal. Als ik Glenn mag geloven, was dat ook historisch veel. Dus daar ben ik ook trots op. Dus ja, voor wat ik de academie kon geven, die mij ook de kans heeft gegeven, heb ik het teruggegeven. En naar de toekomst toe heb ik ook nu weer heel veel jongens gezien waarvan ik denk dat die de potentie inderdaad in zich hebben. En ja, ik hoop dat we ze die kans kunnen geven in de toekomst. Goed, Giovanni, bedankt en succes met onder 21 de rest van het seizoen. En uiteraard met het afronden van de studie. Ja, dankjewel. Ook jullie weer bedankt voor de tijd en aandacht. Doet maar goed en bedankt dat jullie waren. Dankjewel. Tot zover Giovanni Franke, trainercoach van het ADO onder 21 team. Gaan we even kijken naar wat voor wedstrijden spelen de ADO-teams de komende dagen. Zaterdag 25 februari spelen de ADO Den Haag vrouwen de bekerwedstrijd uit tegen Wartburgia. En dat duel begint om 1:15 op Sportpark Drieburg in Amsterdam. Diezelfde dag, zaterdag, om 2:00 ook een bekerwedstrijd, maar dan voor de ADO onder 21 uit in het Hoge Noorden tegen FC Groningen onder 21. En dan zondag, 12:15, het duel van ADO Den Haag in stadion De Vliert in Den Bosch tegen FC Den Bosch. Tot zover het programma van de diverse ADO-teams voor de komende dagen. Ja, u hoort het al, de vrouwen van ADO Den Haag spelen een bekerwedstrijd komende zaterdag in Amsterdam tegen Wartburgia.
voor ons een reden om eens langs te gaan bij de ADO Vrouwen. En we spraken daar met de trainercoach Jacques Polak. Jacques, we zitten in een korte competitieloze periode. Je bent wel wat speelsters kwijt aan nationale teams. Maar is dat voor jou een reden om wat gas terug te nemen? Of zeg je nee, volop gas erop? Nee, we hebben nog wel wat speelsters die gewoon doortrainen. Ja, en bij nationaal, daar trainen ze ook gewoon door. Dus dat moeten we hier ook blijven doen. Anders wordt het verschil te groot. Maar ik ben heel tevreden op dit moment hoe er getraind wordt. Dus zoals gisteren ook weer. Veel in het paas en trappen gezeten. Maar ze hebben wel wat in de benen nu. Ja. Dan speel je zaterdag voor de beker tegen Wartburg. Ja, hoe goed ken je die ploeg? Nou, we hebben ze de afgelopen keren ook bekeken. Althans, mijn stafleden. Ik heb ze in de voorbereiding gezien. Na informatie blijken ze ook gewoon hetzelfde te spelen. We gaan daar een plan op maken en die heb ik al gemaakt. Dus, en dadelijk met videobeelden proberen we de speelsters ook duidelijk te maken waar de zwaktes liggen. Maar wij moeten gewoon ons niveau halen en niet onderschatten, want hele lastige ploeg. Ja, ja, want is zo'n tegenstander, zij hebben natuurlijk helemaal niks te verliezen. ADO daarentegen wel, dat is altijd lastig in een beker. Ja, maar ja, de druk ligt ook bij mij, hè. Bij mij als trainer. Ik wil gewoon graag zo ver mogelijk komen in de beker. Ja, en tegen een amateur uitgeschakeld worden gaat pijn doen. Maar wij moeten alles eraan doen om het te voorkomen. Dus we gaan er ook naartoe met volle oorlogsterkte. Ja, en hopen dat het tot een goed einde gebracht gaat worden. Want ja, hoe we de laatste wedstrijden gespeeld hebben, doen we het goed. Maar dat moeten we ook tegen deze ploeg doen. Dus we mogen totaal geen onderschatting hebben. Want als ik dat enigszins bespeur, ja, dan gaan ze niet spelen. Het is zo dat ADO is natuurlijk ook een cupfighter. Wat dat betreft wordt er ook wel wat van zo'n ploeg verwacht. Ja, we komen ieder jaar best ver in de beker. We hebben een aantal keren best wat pech gehad. Twee keer tegen dezelfde ploeg, PSV. Finale hadden we gewoon echt moeten winnen. Maar goed, de halve finale ook uit op de hertgang. Maar goed, het mag niet zo zijn. En daarentegen is het gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, en proberen nu wel een slag te slaan. Maar het is nog een lange weg. Laten we eerst deze wedstrijd maar eerst tot een goed einde proberen te brengen. Want het is al lastig genoeg. Kijken we even naar de competitie. De verrichtingen van je ploeg tot nu toe. Hoe kijk je daar naartoe? Ja, een beetje wisselvallig. Ik vind wel dat we uitstekend voetbal gespeeld hebben. En soms waren we te slordig. Zeker met name als we de bal hadden. En uiteindelijk kregen we te veel goals tegen. Ja, wat eigenlijk niet des ADO's is. Ja, daar hebben we naar gekeken. Daar hebben we wat mee gedaan. Ja, en dan zie je ook de laatste wedstrijd dat we bijna niks weggeven. Sporadisch. Maar goed, daar heb je ook een goede doelvrouw voor. En die twee centralen die we er op dat moment hadden en hebben. Ja, die hebben nu wel door hoe de verdedigd moet worden. Dus geen rare fratsen uithalen. Nou, backs die goed mee kunnen doen. Met name onze middenveld die behoorlijk geraakt is. Zeker met name in trainingskamp. Ja, speelden er andere mensen. En dat mag ook niet uitmaken. Ook die krijgen weer kansen. Ja, dat hebben ze ook laten zien dat ze het goed gedaan hebben. Dus ik ben al... Ja, tot algemeen ben ik wel tevreden. Ja, ja, maar kijk bijvoorbeeld ook verdedigend. Daar zit het wel goed. Want ploegen als een Twente... En wie was het nog meer? Ajax. Dat zijn de enigen die minder doelpunten tegen hebben dan ADO. Ja, wij kijken niet zoveel naar anderen. Maar ik merk ook dat heel veel topploegen in de laatste minuten pas winnen. Misschien nog wel in blessuretijd. Nou ja, als wij dat hadden gehad, dan hadden wij misschien nog wel wat hoger gestaan. We hebben ook wat wedstrijden gehad waarvan ik dacht van ja, ik noem het maar weggeven. Maar dat doe je niet. Maar zo zag het er wel naar uit. Vermoeidheid, veel in de benen gehad. Veel met nationaal weg. Terugkomen, dan nog een keer weer spelen. Ja, daar wordt enigszins nog wel eens een keer roofbouw op gepleegd. Op de speelsers. Maar daarom moeten we ook gewoon nadenken. Wij wachten dat ze terugkomen. Hebben ze nog even vrij. Dus dan maar op zo'n manier. En apart programma geven. Ook belangrijk. Ja, zo om iedereen fit te houden en fris te houden. Zodat we aan het einde van de rit gewoon wat over hebben. Want daar gaat het om. Nu gaat het gebeuren. Het begint nu. Dan worden de prijzen verdeeld. En niet aan het begin van het seizoen. Als ik kijk naar de ranglijst, dan vallen we op. Jullie staan bijvoorbeeld boven de ploeg als PSV. Die gewoon veel en veel meer, met name financiële mogelijkheden heeft. Ja, dat zal best. Maar goed, daar kijk ik niet naar, joh.
Ik vind ook, ze hebben uitgeroepen dat ze kampioen wilden worden. Of uitgesproken, moet ik zeggen. Geloof ik, behoorlijk budget hebben. Aangevuld zelfs nog. Maar wij zijn met ADO zijn we gewoon op dit moment goed bezig. En ik heb gekscherend wel eens in een interview gezegd van ja, hier spelen ze voor een snicker en een bounty. Maar ik noem maar om heel even duidelijk aan te geven, misschien voor jou en misschien die gaan kijken hier naar dit programma. Ik noem met name dat het verschil gewoon te groot is. Er zijn hier meiden die moeten ernaast nog werken. Ja, desalniettemin heb ik daar gewoon ongelooflijk veel respect voor. Dat ze ook nog eens een keer klaar moeten staan. Wij verwachten ook wat van ze. Ja, en dat ze het accepteren. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk veel respect tonen. En dat heb ik de groep ook verteld. Daarom klikt het ook. Daarom moet je ook gewoon van beide kanten geven en nemen. Dus ja, ik ben ongelooflijk trots op die meiden hoe ze het plannen. Want daar gaat het om, echt plannen. En ja, als trainer ben je daar alleen maar trots op. Luister, het eind van het seizoen neem je afscheid van de ADO-vrouwen. Heb je al enig idee waar jouw toekomst ligt, wat je gaat doen? Blijf je bij het vrouwenvoetbal betrokken of ga je misschien toch weer naar de mannen terug? Nou, deze vraag die is veel voorgekomen. Daar geef ik bijna niet zoveel antwoord op, want ik vind het niet van toepassing. Tuurlijk heb ik gesprekken gehad met verschillende clubs. Maar mijn gevoel is bij sommigen niet goed geweest en bij één wel. Maar kozen voor een ander, nou dat mag. We zijn druk bezig, maar op dit moment ben ik bezig met ADO Den Haag vrouwen. Om die zo ver mogelijk in de competitie te laten eindigen met mijn staf en mijn speelsters en iedereen binnen de club. Maar ook in de beker. Dus nou, ik denk dat je deze vraag aan het einde van het seizoen moet stellen. Volgend seizoen bij de vrouwen, Utrecht komt weer terug. Ja, AZ neemt het over van de VV Alkmaar. Ja. De concurrentie wordt wat dat betreft weer groter. Ja, ik vind het aan de ene kant mooi, hè, want dan krijg je volwaardige competitie. Ik hoop alleen dat Vitesse, Willem II, Groningen, dat soort clubs, Sparta, er misschien ook nog een keer bij kunnen komen. Want dan weg met die Eredivisie Cup, want dat heeft geen enkele waarde. Ja, voor clubs die een bredere selectie hebben, die speelsters hebben die met zo'n murf lopen, die weinig aan spelen toekomen. Want wij hebben er één gelijk gespeeld, de rest gewonnen. En de winnaar die cup won, die had één keer verloren. Ja, en dan denk ik van ja, en dan win je hem nog niet. Dus een beetje een gekke constructie. Maar desalniettemin moet je die wedstrijden spelen. Maar ik hoop echt van ganse harte dat deze competitie groter wordt. Alleen, ja, dan heb je het weer. Waar ga je de speelsters vandaan halen? Hoe ga je starten? ADO is al jaren bezig. Maar er komen clubs bij die starten met een megabudget. Ja, daar is gewoon niet tegen op te boksen. Dus ik hoop ook dat er een constructie bij de KNVB komt. Je mag in de Eredivisie starten. Maar dan moet je onder dat budget moet je starten de komende 3, 4, 5 jaar. En dan krijg je een eerlijke competitie. En anders wordt het een heel lastig verhaal. Eerst zaterdag zorgen dat je de wedstrijd wint. Lekker verder in de beker. Nou, lekker verder in de beker zou heel erg lekker zijn, Ton. Maar we moeten hem wel eerst zien te winnen. En daar gaan we echt alles aan doen. En de ploeg ook goed voorbereiden. Want het wordt echt geen makkie daar op dat kunstgrasveld. Maar ja, we zijn goed voorbereid. En we gaan goed trainen. En dan gaan we met heel veel zelfvertrouwen naartoe. Tot zover Jacques Polak, de trainer die aan het eind van het seizoen afscheid neemt. Als trainer inderdaad bij de ADO Den Haag vrouwen. We gaan terug naar de tafel naar Pieter Donat, onze analist. Want we gaan vooruitblikken op het duel van ADO Den Haag komende zondag tegen FC Den Bosch. Pieter, ADO Den Haag, echt een wederopstanding. Zoveel wedstrijden al ongeslagen. Toe te schrijven inderdaad aan de komst van Dick Advocaat? Ja, dat kan natuurlijk niet anders. Als je zoveel verloren hebt onder Dirk Kuyt en dan nu zulke goede resultaten haalt. Maar we moeten niet vergeten dat ook veel spelers in die periode van Kuyt geblesseerd waren. Nu is Verheid fit. Kiesna is er weer, Kemper is er weer. En dan heb je ook nog eens een keer die Slegers erbij gekregen en de keeper. Dan denk ik toch dat er een steltje routinespelers teruggekomen zijn. Daar heeft Advocaat goed gebruik van gemaakt. Zeker weten. En ik denk dat je ook niet mag onderschatten de rol die een Bakkati daarin speelt. Als je het bij wedstrijden ziet, hoe vaak hij met Advocaat staat te praten langs het veld. En bezig is ook met die wedstrijd. Dus zijn rol denk ik ook niet onderschatten.
Nee, advocaat neemt natuurlijk alleen maar mensen mee waar hij goed mee kan samenwerken en die dezelfde ideeën hebben. Ik weet niet wat de rol van Cor Pot is, want dat is natuurlijk ook een vriend van hem waar hij ook jaren mee gewerkt heeft. Ik begreep dat hij niet op het veld staat, maar wel natuurlijk het soort klankbord is. Ik denk dat hij mede de sfeer rondom selectie ook bepaalt. Dat zal zeker zijn, want Dick neemt er niet voor niks wat dat betreft bij. Goed, komende zondag FC Den Bosch uit. Die ploeg staat 8 punten achter ADO Den Haag. Maar ze wonnen wel in het Bingo-stadion. Dus ADO heeft wat dat betreft ook nog wat goed te maken. Klopt. Het is wel zo dat dat de tweede wedstrijd van het seizoen was. Waar ze 0-2 dus verloren van FC Den Bosch. Dat was toen het begin. Was een hele goede periode onder Jack de Gier van FC Den Bosch. ADO zat in toen wat mindere periode. Dus dat moeten we eigenlijk niet zo vergelijken. Wat wel is natuurlijk dat FC Den Bosch hier thuis speelt en ja, op een andere manier gaat voetballen. En dat is de vraag hoe dat natuurlijk uitpakt. Want als zij voor de kool gaan hangen en ADO Den Haag moet aanvallen, en dat is toch weer een andere wijze van spelen dan tegen PEC Zwolle. Ja. En ik hoop dat ADO Den Haag dat op kan brengen om daar een voor de doel hangend FC Den Bosch te kunnen verslaan. Ja, winnen is natuurlijk wel belangrijk voor ADO. Met name voor die goede uitgangspositie die ze momenteel ook hebben in de periodestand. En winnen betekent ook steeds meer klimmen naar boven. Dat ja, lukt een periodestand niet, heb je ook kans dat je via de na-competitie kan plaatsen. Of klopt. Via een positie voor de na-competitie. Ja, als je zo naar de ranglijst kijkt, klopt wat je zegt. Maar we moeten niet onderschatten dat ook er geen supporters mee mogen dit keer. Dat betekent dat de ploeg daar moet spelen zonder de vaste aanhang. Dat is ook moeilijk. En ze moeten natuurlijk wel weer winnen om voor die periode stand hoog te eindigen. Maar ik hoop dat ze een aanvalswijze vinden met een Thomas Verheid met name en Kiesna. Dat ze die opening vinden en daar dan toch ook weer een overwinning uit het vuur slepen. Ja, goed. En misschien een extra stimulans omdat de supporters er niet bij mogen zijn. Ik heb begrepen dat ook de leiding van ADO Den Haag solidair is en ook niet meegaat naar Den Bosch. Dus laten ze maar pakken de punten dan. Ja, dan zou ik zeggen van extra motivatie voor de spelers om het goed te doen. Nou goed, daar sluiten we mee af. De hoop dat ADO inderdaad komende zondag daar in Den Bosch de volle buit gaat pakken. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio ADO. Pieter, jij weer bedankt ook voor je komst. Thuis bedankt voor het kijken. Studio ADO meldt zich weer volgende week. En dan uiteraard weer met Dick Advocaat erbij. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.